En daar hebben we iets meegenomen. En we mochten zelf nog niet zien wat erop staat. Noem nou even een nummer tussen 1 en 12. Vrije keuze. 10. 10. Oké, nou gaan we om 10 uur eten. Dat is best wel Spaanse tijd. Je bent snel aan, daarom. Hier aan het Spaanse leven. Kon ik van tevoren niet weten dat jij 10 uur zou zeggen, heb je helemaal willekeurig gekozen. Nou, nee, zo denken Hans ook niet. Hans kon het ook niet weten. Nou, wij hebben dus iets meegenomen uit het huis van mijn vader. Dan mogen we dus nu gaan kijken wat erop staat. En ik ben dus heel benieuwd wat daarop staat. Ik ook. Ik heb mijn hand erop, want ik heb het ook nog niet gezien. Maar daar gaan we. Ik haal het papier nu eraf. Eens kijken wat Hans heeft gegeven. Precies 10 uur. Nou, dat is toch ongelooflijk. Dit is wel heel gek. Ik denk wel dat hij dit even aan. Dit is een echte foto, maar ik wist zelf ook niet dat hij er 10 uur op zou staan. Maar dit hebben we niet afgesproken, toch? Nee, maar... Ja, hou me vast, hou me vast. Je mag, hou me vast. Je hand, je nou, de kans om even te bekijken. Goed gedaan, Hans.